Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Een bewolking boven het oosten van het land trekt weg. Daar is het overigens ook droog. Dan hebben we wat opklaringen. En voor de kust liggen wolken die van tijd tot tijd wat buien genereren. En dat betekent in de ochtend, vooral in het westen van het land, soms een bui. Maar ook ruimte voor wat zonneschijn. In de ochtend is de graad of 9. Vanmiddag loopt de temperatuur nog wat verder op. En worden het uiteindelijk zo'n 11 graden. De buien langs de kust blijven mogelijk. In het binnenland is het overwegend droog. De zon schijnt af en toe. En de wind is matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog. Het klaart wat meer op, maar het blijft zacht met temperaturen van 8 graden. En ook in de nacht daalt de temperatuur niet echt extreem. Plaatsen tot 5 graden, lager komt de temperatuur niet. Morgen wordt het in de middag 8 graden. In de ochtend is het meest droog. In de middag gaat het regenen. Bovendien waait het flink. En in de loop van de middag en avond zien we de temperatuur nog wat verder oplopen. Uiteindelijk wordt het zondag zelfs 13 tot 14 graden. We beginnen dan met wolken en regen. In de loop van de middag blijven de wolken, maar de regen trekt geleidelijk naar Duitsland. Weg. En vanaf maandag is er dan af en toe weer ruimte voor wat zonneschijn, maar het blijft een komen en gaan van lage drukgebieden en dat betekent op alle dagen kans op wat regen en het blijft voorlopig zacht. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl